Dit is Jens Jansen, 29 jaar, profvoetballer en verdachte. Jansen speelde tussen 2005 en 2010 bij Willem II. En dat is precies de periode dat er volgens onderzoek van de Volkskrant wedstrijden zijn gefixt. Een tijdje terug spraken we in Bureau Sport met de Willem II-trainer van toen, Alfons Groenendijk. Als het zo is, ja, dan zou ik me natuurlijk genaaid voelen. Alleen je hoopt dat het niet zo is. En daar ben ik nu nog steeds. Dat ik nog steeds hoop dat het allemaal gewoon niet waar is. Jens Jansen deed voor Willem II een groot aantal van de mogelijk gefixte wedstrijden mee. Via Breda, Cordoba en Tbilisi is Jansen terechtgekomen in het Italiaanse Terni. Een klein stadje in Umbrië, een dik uur rijden boven Rome. Hij speelt er in de tweede Italiaanse voetbaldivisie, de Serie B. Voor voetbalclub Ternana. Ja, het heeft me eigenlijk altijd wel aangesproken, Italië. Ook het land op zich, zeg maar. Ja, het klimaat is goed, het weer is goed. Mensen zijn vriendelijk. Lekker eten ook. Dat klinkt als een onbezorgd leventje, maar dat verandert snel. In juni 2015 duikt zijn naam op in een ander matchfixing-schandaal. Een Italiaans schandaal. En dat zit zo. De grote Italiaanse voetbalclub Catania stond op het punt om voor de tweede opeenvolgende keer te degraderen. De voorzitter van de club bedacht een list. Hij kocht via tussenpersonen, naar eigen zeggen en volgens justitie, een aantal wedstrijden voor 100.000 euro per wedstrijd om. Eén daarvan was de wedstrijd tegen Ternana. Het Ternana van de Nederlander Jens Jansen. Jens Jansen zit u hier links in een wit shirt achter een speler van Catania aan rennen. Hij kan de 2-0 van Catania net niet voorkomen. Italiaanse justitie onderschept telefoongesprekken, waaruit vanuit een telefooncel en in codetaal gesproken zou worden over het omkopen van deze wedstrijd. Maar va bene, la festa è piena di donne. La festa è piena di donne. Non ci stanno, problemi. Quelli sì, vogliono divertirsi, è il problema. Het feestje, dat zou refereren naar de wedstrijd Catania-Ternana. En de meisjes die zich willen vermaken, dat zou gaan om de spelers die zich hebben laten omkopen. Maar het gaat verder. Si ricordava la presidente diceva, se riesci a invitare Lina e Jessica, quelle due che ti avevano accennato l'altra volta. Ah, Lina e Jessica, sì sì. Sarebbe l'ideale, tutte e due. Ma Jessica, che straniera? Jessica? Sì. E manda qualcuno a prenderli alla stazione. Questi comunque partono con il treno delle 2:13. Delle 2:13 partono? Sì, sì. Va bene. De buitenlandse Jessica zou verwijzen naar voetballer Jens Jansen. En de trein van 2:13 naar de rugnummers van de omgekochte Ternana-spelers. En Jansen speelde met nummer 2. Op een gegeven moment belde mijn zaakwaarnemer me op en hij zegt van je staat in heel veel kranten, zeg maar. Je wordt in verband gebracht met matchfixing en dus ik zeg van ja, dat kan niet, joh. Dat is onmogelijk, want ik heb daar niks mee te maken. Dus siccome la maglia di Jans era la numero 2 e Jessica inizia con la J come Jans, loro pensano che sia Jans, senza avere nulla, non hanno una prova di un pagamento, non hanno una prova di un contatto, non hanno una prova di un incontro, di un meeting, niente. E quindi in questo momento Jans è indagato, cioè loro stanno facendo un'indagine su Jans, perché in Italia funziona così, tu prima vieni indagato, poi loro vedono se tu veramente hai fatto qualcosa oppure no. Io weet er echt niks vanaf, ik bedoel, ik heb nooit met iemand contact gehad of er is nooit iemand naar mij toegekomen. Die hierover begint of wat dan ook. Dus zoals ik al zei, ik weet nergens niks vanaf. Maar hoe kan het dan dat het OM toch jouw naam noemt en toch onderzoek instelt naar Jens Jansen uit Nederland? Ik zou het niet weten. We zijn benieuwd. Dus nemen we contact op met Italiaanse justitie. Buongiorno, con Federico, giornalista olandese. Zij vertellen ons dat de tapverslagen die u zojuist hoorde onderdeel zijn van het dossier. Maar over verdere bewijslast tegen Jens Jansen doet justitie geen uitspraken. Ook contacteren we de KNVB om te vragen hoe hun onderzoek ervoor staat. Via sms laat een woordvoerder ons weten dat... Tijdens het onderzoek doen we geen uitspraken over wie we wel of niet horen.
enerzijds om het onderzoek niet te schaden, anderzijds om personen niet te beschadigen. Ik ben nooit door de KNVB gebeld of wat dan ook, dus nee. Want volgens mij ben je wel onderdeel van een onderzoek dat zij doen. Ik zou het niet weten. Ik ben in ieder geval nooit gebeld of wat dan ook. Zover ik weet. Is het dan dom toeval dat jouw naam in Italië en in Nederland allebei voorkomt in een grote matchfixingzaak? Ja, ik denk het wel. Ik heb nergens niets mee te maken. Dus, Dan ben je vaak op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ja, dit jaar wel, ja. Vaak op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Tot op heden is Jansen slechts guilty by circumstances in Italië. Maar bij ons geldt nog altijd onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dus als je mij recht in de ogen aankijkt, dan durf jij met 100% zekerheid te zeggen dat jij niks met matchfixing te maken hebt. Nee, ik heb nergens iets mee te maken.